1956. De jonge Australische reporter Guy Hamilton komt voor het eerst in Jakarta. Het is voor hem een vreemde wereld en hij voelt er zich buitengesloten. Gelukkig krijgt Hamilton de steun van een cameraman, Billy Kwon. Die heeft inzicht in de gebeurtenissen en kan hem aan de juiste contacten helpen. We make a great team, old man. You for the words, me for the pictures. I can be your eyes. Dankzij Billy Kwon leert Hamilton de knappe ambassade-attaché Jill kennen, met wie hij een verhouding begint. Intussen is Hamilton als een van de enige reporters getuige van de sociale en politieke moeilijkheden in het land van Sukarno. The Year of Living Dangerously, uw volgende maandagavondfilm op TV2. Morgen kunt u op TV1 een samenvattende reportage zien van de World Cup Acro Rock, die op 3 juni jongstleden plaats had in de grenslandhallen in Hasselt. Met dansers uit Denemarken, Frankrijk, Hongarije, uit Italië, Tsjechoslowakije, West-Duitsland, Zwitserland en België. World Cup Acro Rock. Morgen op TV1 om 11:15. Van de serie over het bouwen en verbouwen van huizen en alles wat ermee samengaat, kunt u momenteel op TV1 de 12e aflevering bekijken. Uiteraard samen met Paul de Bolle, Huizen kijken. Op TV2 is er morgen Une semaine de vacances, een Franse film met Nathalie Bégerard Lanvin en Michel Galabru. Een weekendje of een weekje vakantie dus, na het journaal. Om 21:50 evalueert Cathy Lindekus de diverse mogelijkheden voor de thuisverzorging van bejaarden, gehandicapten en zieken. En tenslotte kunnen de jazzliefhebbers om 21:55 het optreden meemaken van The Liberation Music Orchestra, zoals dat klonk op het Jazz Middelheim Festival van 1987. Dit betekent meteen ook het einde van onze uitzendingen voor vanavond op TV2 op deze 12 juni. Welterusten verder en graag tot kijken.